Sissy Zilver is zojuist meegenomen door de ambulance. Zij zo die gaat kijken en die komt naar binnen gerend en die zegt 1 en 2. Nou, het is even een heftige vlog geworden omtrent Jesse Zilver. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve daddies, welkom bij een nieuwe video. Jesse Zilver is zojuist meegenomen door de ambulance. We zijn ons kapot geschrokken. Ik heb Jesse Zilver in bed gedaan. Ik leg de camera even anders. Zij was dus kapot geschrokken. Ik heb Jesse Zilver lekker in bed gedaan. En zoals jullie weten, de camera's die deden het niet. Hij is lekker gaan slapen, dacht ik. We hebben niks gehoord. En op een gegeven moment denk ik, hij slaapt wel heel lang. Ik had hem rond 1 uur naar bed gedaan. Het was bijna 3 uur. Zij zo die gaat kijken en die komt naar binnen gerend. En die zegt, 1 en 2. Het is schokkeloos kapot. Ik wil 1 en 2 en hij heeft Jesse in zijn armen en ik kon er niet zien. Ik dacht, maar ik was er niet. Maar hij lag dus bij mijn moeder in bed. En er lag allemaal poeder op de grond bij ons in de slaapkamer. En dat heeft hij van Sedges potten te pakken gekregen met ik weet wel, B12 en vitamine D. En dit allemaal. En dit leek het B12 potje. En hij lijkt vrij oké. Dat moet ik er wel bij zeggen, maar. Ja. Hij zegt wel dat hij snoepjes gepakt heeft. Hij zei een keer ja en een keer nee. En hij zegt ook dat hij. Buikpijn heeft. Nou, ze hebben hem nagekeken. Hij lijkt oké. Maar voor alle zekerheid nemen ze hem toch mee naar de spoed. En dan gaan ze hem even observeren. Dus Sergio is met hem mee in de ambulance. En ik ben erachter. Fucking hell. Het schrik van mijn leven gewoon. Oh, god. Hoe kan ik het beste naar de spoed? Je kunt in het garage parkeren. Ja? De ingang via de garage parkeren. En dan naar boven? Ja, en dan is. De lift. Ja. Garage aan ja. En dan is daar ook de spoed. Kan ik zo. Naast het ziekenhuis zit dat, ja. Hè? Ja, oké. Dankjewel. Die beweegt gewoon niet meer. Nee. Ik heb het in de auto een beetje. Op zijn buik. Wat heb jij gedaan, Jesse? Toen ik pijn had. Waar heb je pijn dan? Hier. Oh. Heb jij snoepjes genomen? Ja. Oh. Of niet? Hij zegt echt net zoveel ja als dat hij nee zegt. Nee. En je zo met de Lego aan het spelen. Met de Duplo. Dat is mooi. Ben jij heel mooi dat ik het gemaakt? Ik vind dat je het heel mooi hebt gemaakt, vindt. Je hebt ons heel erg laten schrikken, hè? Ja. Gaan ze nou even controle doen? He, gaan ze even je buikje controleren. Schrik van mijn leven. Echt schrik van mijn fucking leven. Waar kan ik luisteren? Moet ik naar jouw vinger luisteren? Nee. Nee, dat is een beetje dom van mij. Ik zal eens kijken of ik hier kan luisteren. Naar jouw buik. Waar zit jouw buik? Hier. Ja, dan gaan we daar eens luisteren.
water. Ja, daar zitten alle dingen in. Daar zitten alle dingen in. Wat zit er allemaal in dan? Ja, ook. Ja, hoorde ik daar een boterham bij in de verte? Ja. Oh, wat lekker. Nee. Nou, ik luister naar jouw hartje. En die zegt tik-tak, tik-tak. Ja, zo doet dat weer. De magie groeit met je mee. Heel goed. Nou, luister ik ook even naar jouw longen, hè. Kan ik heel goed luisteren hoe jij ademhaalt. Hé, hey, wat doe jij? Ja, ik moet goed luisteren. En ik voel ook altijd naar jouw handjes. Kijk, kan ik ook je hartslag hier voelen. Ja, daar voel je wel kloppen. En dan gaan we nog even de otoscoop pakken. Kun je wat zijn, wat gaat die meer doen? Ja. Wij gaan even in jouw mond kijken. Kun jij jouw mond even heel ver open doen, alsof je een hele grote krokodil bent? Ja, mag je een beetje naar boven kijken? Kijk maar een beetje naar papa. Kijk maar een beetje naar papa. En mag je A zeggen? Doe maar zingen, alsof je zingt, Jessie. A. Ja. Goed gedaan. Ik zie nu niks achterin zijn keel, zeg maar, van restjes of iets dergelijks. Klaar. Ja, in ieder geval in je mond. Mag je gewoon naar mij kijken? Ga ik even met een lampje in je ogen schijnen. Je moet maar dicht, schat. Ja. Je doet het ook goed. Ja, van je lampje. Hier liggen ook. Wat heb je daar zitten? Hier, mag ik nog even jouw buik onderzoeken? Ga ik eerst even mijn handen aanmaken. Ik heb een koude dokters handen, hè? Ik vond het wel goed. Zo zijn ze zo warm genoeg? Ja, jouw buik is ook een soort trommeltje, daar kunnen we geluid mee maken. Hoe je dat? Allemaal verschillende geluidjes. Even de diepte voelen. Ja. Helemaal goed. Dan kun je er zelf overeind komen zitten? Rechtop zitten? Ik kan een handje helpen. Kom. Hoppakee. Hartstikke goed. Heb ik niet pijn? Wat is dat? Wat is dat? Daar kan ik mee in de oren eventueel kijken. Maar volgens mij heb jij nu geen last van je oren. Nou. Hallo. 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 Oh, yes. Kom maar. En daar moeten ze de volgende keer een ijsje aan stoppen. Hè? Dat is veel lekkerder. Nou, we worden in ieder geval goed verzorgd. Jessie... is gewoon, hè? Hij drinkt en hij eet. Gaat gelukkig allemaal goed. En nou, nog anderhalf uur, dan mogen we weg. Jessie, alles goed? Toppie. Lekker dagje uit, hè? Oh, ja. Kijk, we dachten, daar is... alles is weer open. Lekker naar het Juliane Kinderziekenhuis. Zo is het. Speelpark. Niks leukers dan Juliane Kinderziekenhuis. Nou, gelukkig is alles goed gebleven. Ja. Hij was helemaal zichzelf. Geen gekke dingen. We weten ook niet 100% zeker of hij nou wel of niet op had. Maar we zijn een klein beetje bekomen van de schrik. We hebben 4 uur moeten blijven ter controle. En nu hebben we maar een pizza besteld omdat hij dat graag wil. Heeft u al verdiend? Heeft u verdiend. Goedemiddag! Hallo! We gaan vandaag, alles is weer oké met Jess. Niks aan het handje geweest, godzijdank. En nu is het tijd om weer zijn haren te knippen. Eerst heeft oma Anja het gedaan en nu gaat Sergio het zelf proberen. Ja. Ik heb een plas. Stilzit, kijk naar voren. Ik heb geplast, mama. Heb je geplast nu? Ja. Echt, nu ik net je een nieuwe luier aan doe? Ja. Jessie. Stilzit, schat. Is dat mijn haar? Ja, dat is jouw haar.
Ik ben zo onkeer. Hij is leeg. Ik ga even de oplader pakken. Zo terug. Ik kan echt niet. Huh, papa? Even blijven zitten. Heb jij niet goed de tijd, papa? Hij is leeg. Huh? Leeg? Ja, hij is leeg. Kijk, allemaal haar voor mij. Ja, het is allemaal haartjes voor mij. Komt goed, komt helemaal goed. Geen stress. Ik heb een heel professioneel schaartje. Oh my god. Hoe hou jij dat ding nou weer vast? Zoals een echte Turkse kapper. Dat die houdt toch niet zo dat ding vast? Ja, die doet dat zo. Dat is echt ja, is een cultuurdingetje, schat. Dat snap jij niet. Oh ja. Ach, arm kind. Auw. Hier ook. Gaat dit later ook terugzien, hè? En denkt hij, oh papa, die verminkt mijn haar gewoon. Het heeft een ander schaar. Oh nee, het ligt aan het schaar. Ja. Ja. En mijn haar ook. Oh ja! Ja, ook! Het mooiste en meest bijzondere avonturen moest nog beginnen. Het is die rustig, hè? Ja. Ik snap echt niet waar jij zo last van hebt, elke dag. Engeltje. Ja. Engeltje is er nu een engeltje. Drie houtgrepen en een klemmetje hier en daar verder. Dan klaar met zijn haren. Ja. Het is niet helemaal gelukt. Ja, moet je morgen maar eventjes beter laten zien. Maar... ik heb me een beetje kunnen opscheren. Ja, mooi. En toen gingen we Kung Fu Panda kijken. En toen gingen we mediteren. Met z'n tweeën. Mag ik hem maar in bed leggen? Ja. Hij ligt zo lief. Blijf je liggen. Hij snurkt al net zo hard als jij. Wat is dat? Schietjes. Goedemorgen. Ik ben met Jessie even gezellig naar het speelbos in Wassenaar. Dan moeten we even uitkijken. Hè? Dan gaan we hier zo lopen, want er komen allemaal autootjes aan. Mm-hmm. De speelweide. Dus ik denk dat dat het is. Dat hoop ik tenminste. Zou hier het monkeybos zijn, denk je? Niet. Nou, het is even een heftige
vlog geworden omtrent Jesse Silver. Maar toch ook gezellig geëindigd. Hij is kapot. Ik heb hem vanaf de auto gelijk in bed gelegd. En mama is ook kapot. Dus we gaan hem afsluiten voor dit een leuke vlog. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten. En we zien weer heel graag. I just wanna see where love can take me. When I'm with you, know the way.